Goedemiddag, mijn naam is Anja Schouten. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgbalans. Dat is een aanbieder van thuiszorg en intramurale zorg in Haarlem en omstreken. Ik heb net een workshop bezocht die ging over hoe geef je nu vorm aan vraagsturing in de WMO. Waarbij twee mensen uit de gemeente Huizen ons verteld hebben hoe zij dat nu gedaan hebben. En een hele mooie manier waarbij ze werkelijk oprecht zoeken naar manieren om de cliënt centraal te stellen. Wat ik zelf heel mooi vond, dat ze dat zelfs vertaald hadden in hun inkoopprocedures. We weten allemaal hoe weerbarstig Europese aanbestedingsprocedures kunnen zijn. Waarbij alle goede voornemens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nou, daar hebben zij goed over nagedacht. Dat vond ik erg mooi. De grote vraag waar ik wel mee blijf rondlopen is, als je als gemeente echt aan vraagsturing gaat doen, ben je dan werkelijk bereid om een diepe, intensieve relatie met je bewoner aan te gaan? Omdat veel mensen die in de WMO zijn daar niet meer uitkomen. Althans, in het ideale wereld natuurlijk wel. Maar vooral als we naar oudere mensen kijken of mensen met chronische ziekte, dan is het natuurlijk van belang dat daar een langdurige relatie ontstaat. En een relatie waarbij je ook elkaar blijft zien en elkaar blijft zoeken naar oplossingen. Als de oplossing niet meer alleen binnen de WMO gevonden kan worden, maar de AWBZ of de ziektekostenverzekering op de hoek komt kijken. Nou, ik denk dat mijn minuut nu wel vol is, toch?